Na 20 stembureaus gaat het heel erg goed met het CDA. Ja, inderdaad, dat gaat geweldig. En we zijn er ontzettend blij mee dat het zo gaat. We hopen natuurlijk dat het met de laatste stembureaus erbij zo blijft. Waar is dat succes nou aan te danken? Ja, dat is moeilijk nu te zeggen. Ik vind dat wij een hele goede wijkgerichte campagne hebben gevoerd. Dat is denk ik een belangrijk onderdeel geweest. Misschien onze boodschap orde op zaken stellen in Lansingerland, dat enorm heeft aangesproken bij de mensen. Dat is ook echt wat wij willen gaan doen met financieel deskundige mensen, want er is hier ontzettend veel te doen. En wat is er een bepaalde tendens tussen de drie verschillende B-gemeenten te zien wat betreft CDA-stemmers? Wat ik voorlopig zie is dat wij het erg goed doen in Berkel en Roderijs. In Bleiswijk doen we het redelijk, maar is Leefbaar wel fors groter dan dat wij zijn. Zijn wij de tweede. En in Bergzoek zijn de verschillende partijen redelijk groot en staan wij ook bij die grote partijen. Dus, ik denk met name te danken aan Berkel tot nu toe. Heeft het ook te maken met de C in CDA? Ik weet het niet. Dan moet u aan de stemmers vragen natuurlijk. Ik denk wel dat mensen misschien, gezien de sociale portefeuille die naar de gemeente komt, erop vertrouwen dat het CDA dat op een fatsoenlijke en respectvolle manier gaat aanpakken met de kwetsbare mensen.